Dames en heren, hartelijk welkom. Het is 8:20. Wij kunnen een aanvang nemen met onze raadsvergadering. Dat komt omdat de commissievergadering spoedig is verlopen. En het laat zich aanzien dat ook de vergadering van de gemeenteraad een vlot einde gaat kennen. Maar goed, dat weet je nooit tot het laatste woord gesproken is. Dus we gaan het met elkaar meemaken. We hebben bericht van verhindering van mevrouw Bakela. En overigens niet. Ik zie dat de raad compleet is. Dus wij kunnen aan de vaststelling van de agenda toekomen. Kunnen we het op deze manier doen? Dan gaan we dat ook op deze manier doen. Kom ik eerst bij het vragenhalfuur. Wat exclusief geclaimd wordt door de fractie van de LPO. In ieder geval de heer Remmers heeft een vraag. En ik nodig hem graag uit om naar voren te komen. Nee, ik wil geen ruzie in de fractie, dus ik kies. Daar kom je even kijken, voorzitter, om dat voor elkaar te krijgen. Och, ja. Nu niet meer. Goed, voorzitter, opnieuw ziet de LPO zich genoodzaakt om vragen te stellen over het 11 aprilplein. Het college heeft nog geen mededelingen hierover de raad doen toekomen, maar de LPO is bijzonder benieuwd naar de laatste stand van zaken. Zoals bekend heeft de gemeente in het Van Sok naar Rok bij de realisatie van het centrum de projectontwikkelaar Artica een somma van 1,6 miljoen toegezegd om daarmee de realisatie van het centrum te bespoedigen. Hierbij heeft de LPO toen al de vraag gesteld wanneer er dan een start zou plaatsvinden van de realisatie van winkelruimte en woningen op het 11 aprilplein. Het antwoord van de alweer toenmalig wethouder was dat er direct na ondertekening gestart zou worden. Nadat wij in oktober vorig jaar geconstateerd hadden dat er geen enkele actie was ondernomen, hebben wij daar in november opnieuw vragen over gesteld. De LPO begon zich namelijk ernstig zorgen te maken over het feit dat wethouder Schelen niet in de gelegenheid gesteld zou worden om in ons prachtige Ommen te komen wonen. Opnieuw kregen wij een duidelijk antwoord. Het kwam door het feit dat de grond om belastingtechnische redenen niet eerder werd overgedragen dan begin januari 2016. Maar de voorbereidingen gingen gewoon door, zodat er direct daarna gestart kon worden. Het is vandaag 21 januari. En opnieuw constateren wij nog geen enkele beweging bij het 11 aprilplein. Laat staan de bekende schop in de grond. Daarom heeft de LPO de volgende vragen aan het college. Is de grond aan het 11 aprilplein nu daadwerkelijk overgedragen aan projectontwikkelaar Artica? Zo ja, waarom is Artica dan nog niet begonnen met de realisatie? De voorbereidingen waren immers getroffen. Zo nee, waarom niet? Vraag 2. Welke afspraken zijn er met Artica gemaakt over de uitbetaling van de tegemoetkoming van bijna 1,6 miljoen? Op welke manier, op welk tijdstip en met welke garanties? Vraag 3. Gezien de rapportages over het centrum van Ommen, de huidige leegstand en de moeite die Artica heeft bij de verkoop van winkelruimte, is de vraag aan het college of de realisatie van het centrum conform de huidige plannen nog tot stand kan komen. En vraag 4 tot slot. Zijn er nog verdere ontwikkelingen rondom het centrum die wetenswaardig zijn voor de gemeenteraad? Tot zover. Dank u wel namens het college, wethouder Ter Kust. Voorzitter, dank u wel. Allereerst doet het mij deugd dat de LPO bezorgd is omtrent het wooncomfort van collega Schelen. Het is hartverwarmend om dat te mogen constateren. Dan de beantwoording van de vragen. Is de grond inmiddels feitelijk juridisch overgedragen? Het antwoord daarop is nee. Wel zijn de voorbereidingen hiertoe getroffen. Artica heeft alles in orde gemaakt zodat de actes kunnen passeren. Op het moment dat de akte gepasseerd is, zal ook de gemeente haar grond overmaken aan Artica. Ten aanzien van die 1,6 miljoen, het ligt iets anders dan wat u dat, zoals u dat stelt. U doet voorkomen alsof wij Artica gaan betalen. Althans, het zou zo kunnen worden opgevat. Dat is niet zo. Van sok naar rok, zei u, dat klopt. 2005 de sokovereenkomst en vorig jaar de ROC-overeenkomst, dat heeft te maken met de veranderde grondwaarde. Daar is toen boekhoudkundig 1,6 miljoen op toegelegd door de gemeente. Op het moment dat gronden worden afgenomen bij het realisatie van een plan, betaalt in totaal Artica de gemeente 4.550.000 euro per onderdeel van project. Is men al begonnen? U hebt zelf kunnen zien waar ze al begonnen zijn, bij de Driesprong bijvoorbeeld, conform de planning. Ten aanzien van de vechtoeverbebouwing zou eerst fase 1, inmiddels zijn fase 1 en fase 2 aangevraagd. Het paviljoen is, dat loopt. Het bestemmingsplan is aangegeven, de bouwaanvraag is binnen. Binnenplans is er een afwijking, daar heeft het college mee ingestemd. En iedere keer wanneer de gronden worden geleverd, betaalt Artica conform de overeenkomst een deel van
de overeengekomen koopsom. Attica verwacht binnenkort die overeenstemming juridisch te regelen met de eigenaar. Dan zal ook worden begonnen met de bouw op het 11 aprilplein. Wat daar nu staan en wat geamoveerd veranderd moet worden, zijn opstallen die niet in eigendom zijn bij Attica. En daarom heeft Attica ervoor gekozen om nu nog niet te beginnen. Ten aanzien van de huidige plannen gaat het allemaal nog goed komen. Wij hebben daar het volste vertrouwen in. Ook Attica heeft daar het volste vertrouwen in. Als u kijkt naar, ik dacht dat het Hansestad om is. Ten aanzien van bijvoorbeeld de appartementen die zij gaan bouwen op vechtoevers. Dan kunt u al zien wat daar gerealiseerd gaat worden en wat daar te koop is. Binnenkort heb ik, en dat zal aanstaande maandag zijn, heb ik overleg. Ten aanzien van de nog in te dienen bouwaanvraag. Daarin zit een kleine overschrijding, ook binnenplans. Ten aanzien van de pilaren voor de ondersteuning van de balkons. Dus daar zijn ze ook voorspoedig mee bezig. Zijn er nog andere zaken te melden? Waarschijnlijk heeft u ook geconstateerd dat de evenementenvoorziening nog niet af is. Dat heeft te maken met dat we nog geen temperaturen hebben mogen beleven van 5 graden of meer. Op het moment dat de temperatuur langdurig boven de 5 graden zal zijn, dan zal de tinnen dakbedekking worden aangebracht. En ten aanzien van de Warsendijk, waar fase 1 en fase 2 van de vechtoevers komen, daar is een grondonderzoek, een aanvullend grondonderzoek gepland. Dat heeft vanwege de vorst ook nog niet kunnen plaatsvinden. Dat wordt verwacht omdat dat volgende week zal plaatsvinden. Tot zover. Nou, dan zijn we weer aardig bij over alle bouwactiviteiten in de gemeente. Roept dat nog vervolgvragen op bij de heer Remmers? Ja, kleine aanvullende vraag. Nou, als dat zonder inleiding kan, dan zou me dat zonder inleiding welgevallig zijn. Ja, zal me best doen. Meneer Remmers. De vraag is eventjes van, kunt u aangeven van wie die gronden moeten komen en of daar nu echt een concrete datum staat waarop die overdracht zou kunnen gaan plaatsvinden? U bedoelt, als dat van hier mag, voorzitter, de huidige eigenaar van de gronden, dat is de heer Rademakers. En ik kan niet hier een harde datum noemen wanneer de akte zal passeren. Dat durf ik hier niet te zeggen. Wij zullen nogmaals de heer Evert Sloten van Attica hierop bevragen. En ik heb er al druk op laten zetten. Eigenlijk had het deze maand moeten gebeuren dat het in ieder geval in februari rondkomt. D'accord. Volgens mij hebben we dit punt goed gewisseld. Dan denk ik dat de heer Bongers de andere vraag gaat stellen namens de fractie van de LPO. En ik nodig hem ook graag uit naar het spreekgestoelte. Ja, dank u wel, voorzitter. Deze vragen zijn denk ik wat eenvoudiger, wat rechtlijniger. qua vraagstelling. Goed. Naar aanleiding van eerdere vragen over het tijdelijke gronddepot Dwarsdijk, Schapendijk en Stegeren heeft LPO in 2015 is door BMW geantwoord dat er geen medewerking verleend zou worden aan het verzoek voor een definitief gronddepot op de locatie Schapendijk-Arjen. Ook zou er geen omgevingsvergunning worden verleend voor een definitieve opslag, slechts een tijdelijke vergunning van 1 jaar tot januari 2016. We hebben daarop de volgende vragen. Waarom is het tijdelijke gronddepot nog niet ontruimd? Welke maatregelen zijn genomen om het tijdelijke gronddepot te laten ontruimen? En wat is de concrete datum waarop de ontruiming volledig is uitgevoerd? We hebben inmiddels signalen, maar ik laat het graag aan de wethouder over. De wethouder van ontruimingszaken gaat naar het spreekgestoelte. Voorzitter, dank u wel. Wilt u hier ook een naam bij? De eigenaar van meerdere depots in dat gebied. En het is juist aan de locatie Dwarsweg. Het was tijdelijk tot en met 1 januari. Half december hebben we, niet met name te noemen ondernemer, bezocht en bevraagd over hoe hij daarmee om wilde gaan. Daar was hij wat terughoudend in. Ik heb afgelopen maandag besloten om het handhavingstraject maar in te zetten. Dat doen we in deze gemeente met een vooraankondiging. Dus er is gebeld van wij zijn van plan tot. De brief was al gereed. In één keer gebeurde er iets heel vreemds, namelijk dat de ondernemer uit eigener beweging bezig is gegaan met het verplaatsen van grond in dat depot. Het is naar een andere locatie gebracht waar hij dat trouwens mag hebben als daar geen depot ontstaat. En we hebben afgesproken met de BOH dat we onze handhavers daar regelmatig langs zullen sturen om te kijken of A, bij de Dwarsdeweg ook de laatste kruiwagen met zand wordt weggehaald en B, bij een andere locatie niet opnieuw een depot ontstaat. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Is dat duidelijk voldoende, meneer Bongers? Dat... Ja, voorzitter, het is volkomen duidelijk. Mooi. Dan zijn wij hiermee langs het vragenhalf uur gegaan. En kom ik bij agenda punt 3, de vaststelling van het verslag van 7 januari jongstleden. Heeft niemand aangegeven van tevoren dat wij, hij of zij een opmerking heeft, dus volgens mij kunnen we dat vaststellen. Dat is correct. Dan zijn er een tweetal mededelingen vanuit het college, als ik mij niet vergis. Te beginnen met wethouder Schelen. Wethouder de Keurs vindt het zo leuk om in uw gezelschap te spreken dat hij bijna naar voren sprong, maar het gaat goed. Dank voor deze nuttige suggestie. Voorzitter, ik heb een mededeling over de waarderingskamer. De waarderingskamer is het, de instantie die landelijk gemeente checkt op de kwaliteit van de uitvoering van de wet ontroerend zaakbelasting. Een belangrijk orgaan, want als je geen predicaat voldoende krijgt van de waarderingskamer, dan mag je zelfs je bosbeschikking niet uitsturen. Dan heb je wel een probleem natuurlijk. Dat was vorig jaar wel even spannend, omdat we niet alleen de BOH hadden, maar ook een nieuw waarderingssysteem. En we hebben zeer onlangs van de waarderingskamer gehoord dat zeg maar, het systeem zoals we het hebben ingevoerd en de wijze waarop we dat gedaan hebben, ook gezamenlijk het predicaat goed heeft gekregen. Zowel collega Jansen van Hardenberg als ikzelf hebben vanmiddag het team gegevensbeheer van de BOH daarop gecomplimenteerd. Er is in hele korte tijd echt heel goed werk geleverd. En dat wou ik hier toch even niet onthouden. Dank u wel. Dan kom ik bij wethouder Ter Kuurst. Voorzitter, een aantal wegen rondom Ommen spreken tot de verbeelding. De 340 is er een van, maar de 348 is er ook een van. Ten aanzien van de 348, tunnel Dams-Holte. We hebben een brief ontvangen van de provincie. U hebt in de pers kunnen lezen wat ongeveer de inhoud daarvan is. De inhoud stelt ons voor een dilemma. Wij zouden daar graag een consultatieronde in de commissievergadering van 4 februari met u over willen houden. Omdat ik op 5 februari een onderhoud heb met de gedeputeerde en met de buurgemeente Dalfsen en met Raalte hierover. Dus als de raad ermee in zou kunnen stemmen, graag op 4 februari aanstaande een consultatieronde over de tunnel Dams-Holte. Volgens mij gaat die vraag dan naar de agendacommissie, denk ik zo. Maar ik kan me zo voorstellen dat de raad daar wel mee in gaat stemmen, althans de agendacommissie. Maar het wordt vervolgd. D'accord. Om het lijden van de raadsleden die aan de verkeerde kant van de zaal zitten vanwege de temperatuur niet al te lang te rekken, kom ik bij de hamerstukken. Mag ik concluderen dat wij de verordening van het leerlingenvoer gemeente Ommen 2016 vast kunnen stellen? Dat is geschied. Dan het bestemmingsplan buitengebied herziening waterberging vlierwaterleiding Dams-Holte. Mogen wij die ook vaststellen? Al dus geschied. Dan kom ik bij de sluiting van deze vergadering. Ik dank u voor uw inbreng, geduld deze avond en alle signalen met betrekking tot klimaatbeheersing zijn goed en helder doorgekomen. We zullen morgen eens even kijken of daar iets aan te doen is, want ik begrijp wel dat een groot aantal mensen daar hinder van ondervindt bij de vergadering. En dat is natuurlijk wel vervelend. Dus we moeten kijken hoe we dat aan kunnen pakken. Het zal niet zo eenvoudig zijn, denk ik, maar het begint ermee om er aandacht voor te hebben, denk ik. Dus dat gaan we doen. Ik wens u een fijne avond. Die duurt nog wel even, dus dat is in ieder geval het goede nieuws. En graag tot volgende week als we over een ander interessant dossier met elkaar doorpraten. Dank u wel.